Goedemiddag en welkom bij de bijeenkomst Kansen voor Irak, de rol van Nederland en de EU in de democratische transitie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie, NIMD, en het Grote Midden-Oosten Platform. Mijn naam is Mark Snijder van het Grote Midden-Oosten Platform en ik modereer vandaag deze bijeenkomst. Over de jonge democratie in Irak die zich stap voor stap ontwikkelt na bijna 2 decennia van oorlog, geweld en onderdrukking. Met veel betrokkenheid van diverse landen en groepen buiten Irak, die daarmee misschien ook een verantwoordelijkheid dragen voor steun aan het herstel en de transitie naar een democratische rechtsstaat. Waarbij de parlementsverkiezingen dit najaar een belangrijke mijlpaal kunnen zijn. Vanuit het Grote Midden-Oosten Platform vinden wij het belangrijk om daarover het gesprek te blijven voeren en te zoeken naar oplossingen. Wat zijn de kansen voor Irak? En welke rol spelen Nederland en Europa daarbij? Daarover gaan we vanmiddag in gesprek. En dat doe ik samen met Thijs Berman, directeur van het NIMD. Thijs, goed dat je er bent. Dank je. Waarom is het voor jullie, voor het NIMD, belangrijk om deze bijeenkomst te organiseren? Nou, het NIMD werkt in 21 landen door de hele wereld heen. Het zijn nooit makkelijke landen. Colombia, Mali, Ethiopië, Jordanië en tot voor kort ook in Myanmar. En we weten hoe moeilijk het daar is nu. We zijn in half april zijn we een klein project begonnen in Irak, gesteund door de Nederlandse ambassade en door UNDP. En dat is een project met 25 jonge Irakezen die we helpen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om actief te worden in de politiek. Om de jonge leiders te worden van het land. En wat dan voor ons de grote vraag is, is dat doen we dan voor deze mensen. En dat is goed en belangrijk voor hen. Maar wat is de kans op een vervolg? Hoe kunnen we bijdragen, om het maar heel groot te zeggen, aan een vreedzame toekomst voor Irak? Aan een beter bestuur in Irak? Een bestuur dat zich bezighoudt met de belangen, met de behoeften van de bevolking zelf. In plaats van kleine elites, clans aan de macht. Dus hoe kunnen we bijdragen aan een nieuwe klasse politici die werkelijk in de dialoog gaat met elkaar om voor het hele Irak een nieuwe toekomst te maken? Dat zijn grote vragen. En we hebben een mooi panel. Dat zien we straks. En dat is dus ook het bijzondere van deze bijeenkomst voor ons. Dat we nu hier aan deze tafel en de Europese politiek en de Tweede Kamer, de VN op het hoogste niveau en de Nederlandse ambassadeur hebben en experts, Klingendaal en een Arabische expert, Arabist. Dat betekent dat je een fantastische panel hebt waarin je deze vragen kunt beantwoorden. Ja, en we hebben zo'n 100 aanmeldingen, dus er is veel animo voor deze bijeenkomst, hebben we gezien, dat is fantastisch. Wat denk jij dat we met dit panel en met 100 mensen erbij, wat kunnen we bereiken in 1,5 uur? Kunnen we een begin van een antwoord vinden, denk je? In ieder geval gaan doen nu, is duidelijk maken dat Irak meer is dan de sporadische bomaanslag die je in de Nederlandse media leest. Dat Irak meer is en dat je ook ziet hoe groot de ambitie is. En dat zagen we ook bij de opening van die Democracy School, dat pilot project met die 25 jongeren, dat het barst van de ambitie om te werken aan een toekomst van het land. Nou, die moeten wij ondersteunen. Juist. Daar gaan we het gesprek over voeren. Hartstikke goed. Laten we dat vooral doen. Voordat we naar de sprekers gaan, leid ik u kort even door het programma van vanmiddag. Het programma is in 2 blokken verdeeld. We beginnen in het eerste blok straks met een bijdrage van Erwin van Veen, onderzoeker bij Klingendaal, die een aantal belangrijke politieke ontwikkelingen in Irak zal schetsen. Daarna hebben we een verbinding met Bagdad, hebben we nu al, waar VN-gezant Janine Hennis-Plasgaard zal vertellen over de rol van de VN in Irak. En als afsluiting van het eerste blok gaan we in gesprek met Arabiste en juriste Laila Al-Zwaini over de jonge generaties in Irak en hun roep om een civiele staat. In het tweede blok verschuiven we de focus een klein beetje van de ontwikkelingen in Irak naar de rol van Nederland en de Europese Unie. En daarover gaan we dan in gesprek met de 3 sprekers die ik zojuist heb genoemd, aangevuld met de Nederlandse ambassadeur in Irak, Michel Rentenaar, met Ruben Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD, en met Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. En in dat deel zullen wij ook proberen zoveel mogelijk vragen vanuit u, vanuit het publiek, mee te nemen. Typ die dus vooral in de Q&A. Dat zit ergens onderin uw scherm, verwacht ik. Daarnaast is er de chat, die kunt u ook gebruiken voor andere zaken, maar daar zullen we dus niet uitputten als het gaat
over de vragen. En om 17:30 sluiten we deze bijeenkomst af. Dan richt ik mij graag tot de eerste spreker, Erwin van Veen, senior onderzoeker bij Klingendaal, gespecialiseerd in conflict en veiligheid in het Midden-Oosten. Hij doet veel onderzoek naar de ontwikkelingen in Irak, vooral rondom de politieke situatie en de veiligheidssituatie. Meneer van Veen, welkom bij deze bijeenkomst. Dank u wel. En ik geef u graag direct het woord. Ook daarvoor dank. Laat me dan gelijk van wal steken. Met zo'n fraaie introductie kan het natuurlijk niet meer verkeerd gaan. Ik zou graag drie trends even kort willen belichten. Die eigenlijk een veel complexere realiteit verbergen natuurlijk. Maar het zijn trends die in het kader van dit gesprek vooral gelezen moeten worden als obstakels voor beter bestuur dan wel een eventuele democratische of meer democratische transitie in Irak. Het is daarbij denk ik van belang om even expliciet te refereren aan waar u al mee begon. Namelijk, Irak komt natuurlijk uit 24 jaar dictatuur voor 2003, of een dikke 24 jaar zelfs. Sinds 2003 10 van de 18 jaar open conflict, waar 4 kernconflicten zijn uitgevochten tegen de Verenigde Staten. Conflicten tussen de Sunni en de Shia in Irak, vervolgens nog de Islamitische Staat. En vandaag als speelbal tussen Iraanse en Amerikaanse geopolitieke belangen. Dus dat is een belangrijke context om niet te vergeten. Nou, dat gezegd hebbende wil ik even kort ingaan op 3 vragen. De organisatie van politieke macht in Irak. Hoe heeft de veiligheidssector zich geëvalueerd over de laatste, laten we zeggen, 5 tot 10 jaar? En wat is vandaag de dag eigenlijk de positie van de Sunni in Irak, gezien onder andere het verleden met zowel de Islamitische Staat als een aantal voorlopers daarvan in de tijd dat de Amerikanen Irak nog bezetten? Nou, laat me kort bij dat eerste punt beginnen, de organisatie van politieke macht. Wat we eigenlijk vandaag de dag zien is het bestaan van een partijkartel. Dus dat is een vrij inclusief horizontaal een netwerk tussen de heersende partijen, de Koerdische, Soenische en Shiïtische snit, die eigenlijk onder elkaar de publieke middelen verdelen. Dan hebben we het over baantjes, over publieke contracten, over ministeries en de uitvoerende organen van de Iraakse staat. En die verdeling gaat vrij ver en dat is uitermate goed georganiseerd. En dat doen ze natuurlijk vooral voor hun eigen achterban en ook voor hun eigen politieke gewin. Irak is dan ook een van de meest, laten we zeggen, corrupte staten ter wereld. En patronage en cliëntelisme zijn belangrijke begrippen voor het begrijpen van de Iraakse politiek. Wat daaraan positief is, dat er voor de heersende partijen voor iedereen wel een stukje van de taart is, om het zo maar te zeggen. En ze zitten ook allemaal aan tafel. Dus dat in zekere zin voorkomt dat grotere ellende. Het heeft natuurlijk ook een groot aantal problemen. Namelijk dat de verdeling van middelen, publieke middelen, niet bepaald ten goede komt aan de gemiddelde Irakees. 2 dingen zijn daarbij belangrijk nog. 1, nieuwkomers wordt het leven moeilijk gemaakt, politieke nieuwkomers. Het is niet makkelijk om in Irak een nieuwe politieke partij op te richten en de concurrentie met het bestaande partijkartel, om het zo maar even te noemen, aan te gaan. En ten tweede komt daar nog bij, denk ik, dat er een belangrijke verschuiving heeft plaatsgevonden over de laatste paar jaren. Van oorsprong toch vrij sectarisch georganiseerd politiek bestel. En dat zijn nog steeds termen die de heersende elites graag in hun voordeel gebruiken, zolang het ze uitkomt, naar een, laten we zeggen, opvatting van onder de demonstranten van vandaag de dag toch een meer gedeeld Irakees burgerschap en een meer gedeeld gevoel van wat verwachten we eigenlijk van onze politieke elite, los van de vraag of ze nou een Shia, Sunni of Koerdisch labeltje hebben. Nou, zoals ik al zei, het gevolg hiervan is vrij veel corruptie en weinig politieke vernieuwing. Korte termijn beleid en de inzet van instrumenten en het vermogen van de Iraakse staat ten bate van de constituerende delen en niet zozeer de Iraakse burger. Ik schakel dan even door naar het tweede vraagstuk, de rol van de veiligheidssector. Daar zien we eigenlijk dat de strijdkrachten, de politie, paramilitaire groeperingen, alles wat eigenlijk een wapen draagt, toch in hoge mate gepolitiseerd is. En voor een deel redelijk vergaande autonomie heeft ten opzichte van de Iraakse staat, of de regering, dan wel te verstaan. Er zijn sinds 2017-18 3 belangrijke ontwikkelingen op dit vlak aan de gang. 1 is de versterking van het Iraakse leger, met name de Counter-Terrorism Service.
als een belangrijke steunpilaar van de Iraakse regering en de Iraakse staat. Vooral met steun van de Verenigde Staten. Dan krijg je de legalisering en de institutionalisering van wat we noemen de Popular Mobilization Forces. En dat is een hele scala aan paramilitaire groepen die hun oorsprong ten dele vinden in de strijd tegen de Islamitische Staat en die voor een deel aan Iran gelinkt zijn. Die clubs zijn eigenlijk van buiten onder de paraplu van de Iraakse staat getrokken, maar behouden een stevige mate van autonomie, wat ze slecht te controleren maakt en dus inzetbaar maakt voor politieke doeleinden van Iraakse politici en partijen die met die organisaties verbonden zijn. En tot slot hebben we dan nog een soort van proliferatie van splintergroepen die aan het Iraanse concept van de Axis of Resistance gekoppeld zijn. En die voor een deel weer gelinkt zijn aan een deel van die paramilitaire groepen die ik net noemde, maar vooral als frontoperaties functioneren. Hè, om bijvoorbeeld activisten te vermoorden of aanslagen te plegen op Amerikaanse bases of coalitietroepen in Irak. Waarbij de acties dan nog enigszins ontkenbaar zijn, hè, te ontkennen vallen. Nou, het gevolg van dit brede plaatje is dat geweld blijft eigenlijk een courant middel in Irak om politieke invloed uit te oefenen. Dat wil niet zeggen dat een burgeroorlog om de hoek ligt, maar wel dat aanslagen, politieke druk, machtsvertoon, gebruikte politieke instrumenten blijven. Tot slot dan, om mee af te ronden, hoe gaat het nu eigenlijk met de Sunni in Irak? Toch 20% van de bevolking. En het korte antwoord is niet heel erg best. Dat blijft toch een vrij gemarginaliseerde bevolkingsgroep. Er zijn wel Sunni-politieke partijen die meespelen in de relevante coalities in Bagdad, maar dat zijn niet per se partijen die sterke achterban hebben of sterk hun delen van Sunni-Irak vertegenwoordigen. Daarnaast verloopt de wederopbouw van de gebieden van Irak die door de Islamitische Staat bezet waren erg variabel. Dus er zijn gebieden waar dat best aardig gaat en gebieden waar het erg achterloopt. Terwijl verzoening natuurlijk een onderwerp blijft wat toch erg onderbelicht is op de agenda, zeker vanuit Bagdad. En er een neiging bestaat om de Islamitische Staat toch sterk te verexternaliseren. Dat is een terroristische club die van over de grens kwam. En dat heeft met Irak als zodanig minder te maken. Dat is in ieder geval de publieke lijn die je nog steeds hoort vanuit delen van Iraakse vertegenwoordigers bijvoorbeeld. Nou, concreet heeft dat een aantal gevolgen. Het is dus voor Sunni-vluchtelingen lastig om terug te keren naar hun oorspronkelijke woonplaats. Het is erg lastig om officiële documenten te verkrijgen en daarmee geboortes te registreren, huwelijken aan te gaan, et cetera. Dus per saldo komt het eigenlijk neer op de constatering dat een aantal van de oorzaken die tot de Islamitische Staat leiden en een aantal van haar voortgangers nog steeds van kracht zijn vandaag de dag. Dat wil niet zeggen dat er een Islamitische Staat 2.0 op de loer ligt, maar wel dat er een bron is van onvrede die in de toekomst tot meer demonstraties en of geweld zou kunnen leiden. Nou, dat zijn zo in drie brede penseelstreken even een aftrap. Zeker niet de pretentie tot volledigheid, maar dit zijn wel alle drie factoren die van belang zijn als we het hebben over de vooruitzichten van goed bestuur in Irak, wat het kernthema is van vandaag. Dankjewel. Dank voor deze waardevolle aftrap. We hadden inderdaad u ook niet veel tijd gegeven, dus ik vind het bewonderenswaardig om in die korte tijd die drie penseelstreken te schetsen voor ons. Toch misschien nog één vraag. U zei dat het voor politieke nieuwkomers moeilijk is om in het politieke systeem te komen. Er zijn parlementsverkiezingen dit najaar in oktober. Ik weet dat ook onder de jonge demonstranten er volgens mij een sprake was of een discussie was om mee te doen aan die verkiezingen. Hoe ziet u dat in het licht van uw constatering dat het razend moeilijk is eigenlijk voor politieke nieuwkomers? Ja, er zijn daar denk ik drie factoren in het spel. Heel kort is dat de mate van overeenstemming en de organisatiegraad tussen veel van de demonstranten niet per se heel hoog is. Dus die hebben zelf moeilijkheden om zich politiek te verenigen. En daar horen we ongetwijfeld meer over van de ambassadeur en de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties. Twee, de wet op politieke partijvorming, laten we zeggen, werpt wat drempels op die niet al te makkelijk te overwinnen zijn. En drie, op de achtergrond speelt natuurlijk het hele apparaat van patronage en cliëntelisme mee, wat de gevestigde partijen al hebben en waarmee ze hun volgers mobiliseren en verleiden, om het zo maar te zeggen, om op hen te stemmen.
En dat is voor nieuwkomers natuurlijk lastig om op korte termijn te repliceren. Dus dat zet ze meteen op achterstand. Ja. Waar ziet u in dit brede verhaal, waar ziet u lichtpuntjes? Het feit dat het in Irak niet meer zoals een aantal jaren geleden gaat over zeg maar meer sectarische stemmingmakerij en stempatronen, maar meer over de vraag hè, wat presteren die elites nu eigenlijk voor ons, in ieder geval vanuit het perspectief van demonstranten, dat is een erg positieve ontwikkeling, denk ik. Daarnaast is natuurlijk de strijd tegen de Islamitische Staat, hoe zal ik het zeggen, tot dusver ja, vreedzaam afgelopen is een beetje een rare manier van het formuleren, maar er zijn natuurlijk de Iraakse staat is bezig om in die gebieden toch wel langzamerhand effectief haar gezag te herstellen. De counterterrorism operaties worden ook steeds effectiever. Er is recentelijk sprake van meer samenwerking tussen de Koerdische Peshmerga en de Iraakse strijdkrachten. Dat zijn allemaal hele voorzichtige positieve ontwikkelingen die in ieder geval voorkomen dat dat fenomeen zich opnieuw voordoet of als een veenbrand zich verder uitbreidt. Nou, dat zijn er zo even twee voor de vuist weg, maar er zijn uiteraard wel meer lichtpuntjes. Juist, en daar komen we vast ook nog later in deze bijeenkomst op. Dank meneer Van Veen voor deze waardevolle aftrap. Ik denk dat dit al voldoende gesprekstof oplevert, maar we gaan er nog wat aan toevoegen uiteraard. We komen in het tweede deel bij u terug. Dan kondig ik met veel plezier onze tweede gast aan van vanmiddag. Janine Hennis Plasgaard, sinds november 2018 speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Irak. En daarmee ook hoofd van de VN-missie UNAMI. Mevrouw Hennis, welkom bij deze bijeenkomst. Fijn dat u er bent vanuit Bagdad. Dank u wel. Ik ben blij om deel te nemen. U neemt ons straks mee in de rol en het werk van de Verenigde Naties in Irak. Maar ik wil toch één vraag vooraf stellen. Want we praten de hele middag over Irak. En ik ben er toevallig wel eens geweest, maar velen van ons misschien niet. Om ons toch even een beeld te geven van het land waar we het over hebben. En de stad, de eeuwenoude stad Bagdad, waar u werkt. Kunt u eens heel kort ons even meenemen? Hoe vindt u het om in Bagdad te leven en te werken? Ja, Irak is een fascinerend land. En u noemt het zelf al, met een eeuwenoude cultuur. Uiterst gastvrije mensen overigens. Dus de Irakezen zijn uiterst gastvrij. Ook een prachtige natuur. Dus het is bepaald geen straf om in dit prachtige land te mogen opereren. Maar er zijn natuurlijk wel beperkingen, onder meer in verband met veiligheid en aanslagen en dat soort zaken. Maar niet heel lang geleden reed ik door Bagdad op weg naar een vergadering. En toen zei ik eigenlijk tegen mijn team, ik wil wandelen na de vergadering, we gaan eruit. En dan kom je op de meest prachtige plekjes terecht. En dan zie je ook de schoonheid van het verleden eigenlijk. Dus ik hoop van harte dat dit land op een dag en heel snel weer wordt opengesteld voor toeristen. En dat iedereen dit kan zien. Want het is echt absoluut genieten als je over straat loopt, op straat loopt. En wat is dan die ene plek waar we heen zouden moeten gaan, als u één plek zou kunnen noemen? Oh, er zijn zoveel plekken, niet alleen in Bagdad, maar ook daarbuiten. In het noorden is een prachtige natuur in de Koerdische regio. Maar hier in Bagdad is er zeker één plek waar je naartoe moet. En dat is de zogenoemde oudste coffeeshop van Bagdad. En dan kom je binnen en dan zie je jong en oud is daar dan druk bezig met de shisha. En dat mengt zich allemaal. Maar het lijkt wel of je echt een andere eeuw binnenloopt. Dus de tijd heeft er stilgestaan. Terwijl jong en oud eigenlijk daar wel samen kan. Ja. Juist, ik zie het voor me. Ja, daar gaan we ooit een keer heen. Als dat kan. Dank, we hebben een beeld, denk ik. Mevrouw Hennis, aan u het woord graag. Ja, ik denk dat Erwin heeft net allerlei factoren opgenoemd die van belang zijn. Ik weet niet zo goed hoe of alle deelnemers heel goed bekend zijn met Irak. Dus ik probeer gewoon een beetje mijn beeld te geven over wat er nu gaande is op een vrij toegankelijke manier. Want Thijs Berman die gaf al aan het begin aan, als we denken aan Irak of vraagt de gemiddelde Nederlander waar hij of zij aan denkt, bij het land Irak. En dan zal het antwoord snel zoiets zijn als Saddam Hussein, oorlog, sectarisch geweld. En inderdaad meer recente ISIS. En natuurlijk, dat is niet vreemd, want dat is jarenlang op onze beeldschermen voorbij getrokken.
En duidelijk is natuurlijk dat die decennia van onderdrukking en geweld ook enorme sporen hebben nagelaten. Er is heel veel cultuur verwoest ook. Dus de verwoestingen, de vernietigingen, de vele slachtoffers. Wat het ook heeft gedaan, het heeft geleid tot heel veel invloeden van buitenaf. Hè? Dus de buurlanden en ook wat landen zoals de Verenigde Staten enzovoort. Die hebben allemaal vergaande invloed op het Irak van vandaag. Nu, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan moeten we ook vaststellen dat dit alles heeft geleid tot een schrijnend gebrek aan vertrouwen. Langs twee assen eigenlijk. Zowel horizontaal, tussen de verschillende bevolkingsgroepen, als verticaal, van burgers in de overheid. En laat ik nu eerst even beginnen met het gebrek aan vertrouwen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Want waar in Irak jarenlang het recht van de sterkste gold, en verschillende bevolkingsgroepen ook als gevolg daarvan lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan, ja, verwachten we nu dat diezelfde groepen heel nauw samenwerken. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Want grote delen van de bevolking voelt zich nog steeds achtergesteld ten opzichte van andere groepen, al dan niet door ellende en gebeurtenissen in het verre, maar ook zeer recente verleden. Nu, vele Sjiïten hadden, dat weten we allemaal, onder het bewind van Saddam zwaar te lijden. Maar nu zien we in het Irak van vandaag dat weer andere groepen, inclusief Soenieten, de huidige Sjiïtische leiders in toenemende mate eigenlijk als te dominant ervaren. En ik kan niet ontkennen, er zijn ook weer inspanningen tussen die andere groepen en meerderheden. Erwin noemde net al even de Soenieten, maar we moeten natuurlijk ook denken aan de Koerden, de Turkmenen en bijvoorbeeld de Yezidis. Het lijstje is nog veel langer. Maar het is wel even goed om in het achterhoofd te houden dat hier ontzettend veel groepen samenkomen in één land. Overigens wordt het woord minderheid bij voorkeur vermeden in Irak. Hè. Spreekt men van components en dus niet zozeer van minorities. Hoe dan ook, ik denk dat het duidelijk is dat de pijn uit het verleden is niet zomaar weg te gummen. Ik bedoel, denk ook aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog en wat dat met een land als Nederland heeft gedaan. En dan begrijp je ook waarom gebeurtenissen uit het verleden ook hier nog heel lang doorklinken. En dat dit dus ook nog steeds de verhouding van vandaag de dag beïnvloedt. Dus wantrouwen, even zwart-wit gezegd, lijkt de regel. En als gevolg daarvan kiezen heel veel mensen voor de bescherming van de eigen groep. En is het voor hen lastig om te geloven in een Irak waar afkomst er niet toe doet. Nu, naast het gebrek aan onderling vertrouwen is er ook dwars door de bevolkingsgroepen heen sprake van een diep wantrouwen jegens de overheid. Ik zei net al, Erwin benoemde de enkele relevante factoren, op zijn zachtst gezegd, die het gezag van de Iraakse autoriteiten van de staat ondermijnen. Nou, voeg hier de economische malaise, de massale corruptie. En ook het gebrek aan openbare voorzieningen en diensten aan toe. En dan behoeft het natuurlijk eigenlijk geen uitleg dat dit bij uitstek een zeer giftige cocktail is. En daarmee het perfecte recept voor maatschappelijke onrust. Nou, in oktober 2019 trokken Irakezen massaal de straat op. Niet voor het eerst overigens. Maar die zogenoemde oktoberprotesten met de vele doden en gewonden zijn wel uitgegroeid tot een heel belangrijk symbool van de maatschappelijke weerstand en dus ook opstand, hè, die al langer broeide. Zij gingen de straat op, massaal, aanvankelijk om te demonstreren voor een beter economisch beleid en meer werkgelegenheid. Maar na het enorm gewelddadige antwoord van de autoriteiten breidde het eisenpakket zich al heel snel uit naar een roep om deugdelijk openbaar bestuur, het stoppen van de buitenlandse inmenging, een einde aan de niet-statelijke gewapende groepen en ook vervroegde verkiezingen. En de slogan was, en die wordt nog steeds gebruikt, we want a country, wij willen een land. Nou, die vervroegde verkiezingen zijn inmiddels aangekondigd voor oktober, zoals je zelf ook opmerkte, 10 oktober om precies te zijn. Nu, met het aankondigen van vervroegde verkiezingen keerde de rust natuurlijk niet ineens terug. Wel heeft COVID een hele vergaande invloed gehad op de omvang en ook regelmaat van de protesten. Maar die protesten in afgeslankte vorm zijn in feite nog wel dagelijkse praktijk. En de Irakezen pleiten voor gerechtigheid. En dat is zeer terecht. Want wie zit er achter al het geweld en de moorden op activisten en critici
Ze pleit natuurlijk ook nog steeds voor een fatsoenlijk politiek bestel, voor transparante en bovenal eerlijke verkiezingen. Maar met name het geweld tegen de demonstranten en de moorden op activisten en critici leidt nu tot grote woede. Nou goed, de vraag is dan, wat kan de VM hierin betekenen? Hoe smeet je een gemeenschappelijke band? Hoe kweek je vertrouwen in openbare instellingen? Hoe kun je als buitenstander positieve veranderingen van binnenuit aanzwengelen? De ondersteuningsmissie van de VM hier in Irak is aanwezig om te adviseren, te assisteren en te ondersteunen. Het zegt het al. En we doen het op echt heel veel terreinen, inclusief mensenrechten, humanitaire inzet, regionale samenwerkingen, noem het maar op. Maar voor vandaag wil ik me even beperken tot het deeltje dat relevant is voor dit gesprek. Bijvoorbeeld als het gaat om dat onderlinge wantrouwen waar ik het over had. Nou, hoe kan nu de VN het vertrouwen tussen groepen bevorderen? Oneerbiedig gezegd, de medewerkers zijn laatst, we zijn eigenlijk een soort smeermiddel. Nou, dat wil ik dan niet hier te vaak herhalen. Maar we functioneren eigenlijk niet zelden als een soort mediator. Dit om misverstanden op te lossen, onderlinge problemen te verhelpen. En niet onbelangrijk om ervoor te zorgen dat alle groepen en partijen voelen dat ze meetellen. En onze positie als een onafhankelijk en onpartijdig bemiddelaar helpt daar dan bij. Laat ik wel benadrukken, het is niet bepaald eenvoudig. De VN heeft nauwelijks of geen middelen om bepaalde zaken af te dwingen of op te leggen. Maar we zijn wel van mening dat het gaande houden van de dialoog echt van groot belang is. Bijvoorbeeld in Kirkuk, is hier een provincie en een stad hier in Irak. Daar onderhandelen we al een hele tijd tussen Arabieren, Koerden, Christenen en Turkmenen. Bijvoorbeeld als het gaat om Sinjar, hè, waar ook Arabieren, Koerden en Yazidis weer samenkomen. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om Bagdad, de zetel van de federale regering, en Erbil, de hoofdstad van de Kurdistan Region. Maar ook als het gaat om bijvoorbeeld de dialoog tussen Sjiïtische niet-statelijke gewapende groepen, lees milities, en de autoriteiten. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus we zijn eigenlijk met heel veel verschillende partijen en groepen tegelijkertijd in gesprek. En die lijst is lang en buitengewoon divers. Nou, even dan door naar het vertrouwen tussen de Irakese en de Iraakse overheid. We hebben inmiddels kunnen vaststellen dat het gebrek aan vertrouwen in de overheid een aantal duidelijke oorzaken heeft. En de zogenoemde oktoberprotesten hadden de autoriteiten dan ook niet mogen verrassen. Toch wisten de Iraakse autoriteiten aanvankelijk niet goed wat ze ermee aan moesten. Sterker nog, er werd keihard ingegrepen. En de VN-compound bevindt zich vlakbij het plein waar het zich allemaal afspeelde. En wij hoorden wekenlang ordentroepen schieten, in eerste instantie met scherp. De vele doden en gewonden tot gevolg. De woede op straat die alleen maar groter werd. Het ging echt dag en nacht door. En met name in de begindagen van die demonstraties hebben wij vanuit de VN toen eigenlijk non-stop gesprekken gevoerd met de autoriteiten. Omdat de troepen die geacht werden de orde te bewaken eigenlijk nog in een soort ISIS-gevechtsstand stonden. Die kwamen ze ongeveer direct van het veld en moesten ineens in de stad een mensenmassa beteugelen. Met andere woorden, basale zaken als ordehandhaving zat niet tussen de oren. We hebben daar heel lang en heel intensief overleg over gevoerd. En nadat die instructies dan eindelijk doorkwamen, konden we een steeds meer coördinerende rol spelen. En werden er ook steeds betere afspraken gemaakt tussen de ordentroepen en de demonstranten. Want vergis je niet, heel veel Irakezen hebben groot respect voor bijvoorbeeld de krijgsmacht en andere officiële ordentroepen hier in Irak. Maar wat bleef, dat waren de niet-statelijke gewapende groepen die voor nog meer doden en gewonden zorgden. En wat ik al zei, nog altijd worden activisten bedreigd, ontvoerd, verwond, gedood door die gewapende groeperingen. De vraag is dan natuurlijk, het is voor mij heel makkelijk om nu een rijtje milities op te noemen, maar dat doe ik niet. Maar de vraag is, wie is dat dan nu precies? We proberen daar bovenop te zitten door met de milities in gesprek te zijn, door met de autoriteiten in gesprek te blijven. We dringen bij bestuurders en rechters aan op het nemen van verantwoordelijkheid door deze misdaden te onderzoeken, te vervolgen, te berechten. De Irakezen hebben echt recht om te weten wie hierachter zit. Maar zoals Erwin al uiteenzette als een echte wetenschapper,
de Iraakse situatie is buitengewoon complex. En dus politici die gelieerd zijn aan bepaalde gewapende groeperingen, vergaande intimidatie van de officiële veiligheidstroepen, corruptie en ga zo maar door. Tot op heden hindert dat enig onderzoek naar zij die achter dit soort misdaden zitten. Wat we ook in het begindagen trouwens hebben gedaan, is dat we de demonstranten een stem hebben kunnen geven bij de autoriteit. En wat we deden is dat VN-medewerkers, wij mengden zich tussen de demonstranten om daaruit bij gebrek aan centraal leiderschap om invloedrijke figuren te identificeren. En daarmee gesprekken te voeren, in contact te brengen met de autoriteiten, maar daar ook basiseisen bijvoorbeeld te destilleren. En ga zo maar door. En daarmee in ieder geval een gesprek op gang te brengen. En goed, ik ben er bijna hoor. Een van de belangrijkste eisen was, zoals ik al zei, vervroegde verkiezingen. En momenteel zijn wij vanuit de VN volop bezig met het adviseren en ondersteunen van de Iraakse autoriteiten bij het organiseren van die verkiezingen. Ook niet eenvoudig, want terwijl we in Nederland allemaal weten dat verkiezingen gaan over winnen en verliezen, zien we hier dat heel veel gevestigde partijen vooral zoeken naar manieren om hoe dan ook te winnen. Lees om hoe dan ook te frauderen. En dat is een behoorlijke uitdaging, kan ik je zeggen. Laat ik benadrukken, als het gaat om de nieuwkomers en de activisten die hopelijk gaan deelnemen aan het politieke proces. We zitten soms wel in een catch-22-situatie. Het geringe vertrouwen in de overheid leidt tot ja, weet je, het gebrek aan vertrouwen in de staat, de autoriteiten en ook de politici. Het leidt ertoe dat mensen ontmoedigd worden om politiek actief te worden en zelfs te gaan stemmen. Maar zonder massale deelname, en dan met name deelname van de jonge generatie, de nieuwe generatie, zal het afdwingen van positieve verandering echt heel erg lastig worden, want die verandering moet ergens beginnen. En dat zal sowieso stap voor stap gaan. Ik zei het al, mensen die zich uitspreken tegen de gevestigde orde krijgen echt met vergaand geweld, politiek druk en bedreiging te maken. En dat kunnen we ons in Nederland echt niet voorstellen. En we moeten dan ook echt onze steun, bewondering en respect uitspreken voor zij die zich ondanks al die hindernissen blijven inzetten voor democratische vernieuwing. Wat ik echt hoopgevend vind, is dat deze nieuwe generatie zich heel duidelijk uitspreekt. Hè? We willen een land, we want a country. Ze spreken zich heel duidelijk uit tegen invloeden van buitenaf, willen de bestaande etnosectarische breuklijnen achter zich laten en maken zich ook hard voor een gemeenschappelijke identiteit. En streven in feite naar nationalisme, gestoeld op burgerschap, dat inclusief is en waarin vrijheid, tolerantie en gelijkheid centraal staan. En dat biedt wat mij betreft hoop. En wat zou het mooi zijn, zeg ik tot slot, als we over een aantal jaar bij het woord Irak niet gelijk denken aan al die beelden, het ellende van ellende en geweld, maar vooral aan die nieuwe generatie waar we nu mee samenwerken en die heel zelfbewust het land hopelijk een meer stabiele koers laten varen. Dank u wel. Wij weten dat u zo weer weg moet, maar toch zou ik nog van de tijd gebruik willen maken om ook nog één vraag te stellen. Er is een relevante vraag ook in de Q&A gesteld vanuit het publiek, dus die zou ik u willen voorleggen. Want u noemde het al eventjes over het belang ook van de verkiezingen en de catch-22 eigenlijk waar we in zitten, wat u beschreef. De vraag is dat er een groeiende groep is binnen de protestbeweging die oproept tot een boycot van de verkiezingen. Als de moorden en de liquidaties op de leiders eigenlijk, de activistische leiders, de leiders van de protestbeweging, als dat niet stopt. Wat is de positie, voor zover dat kan, van de VN-missie en van u daarin? Ja, je viel heel even weg, maar als ik het goed begrepen is, wat of de, in het Engels zeggen we dan, of de environment conducive is, of het wel, of de situatie wel eigenlijk verkiezingen toestaat. Dat is wat u vroeg, hè? Ja. Ja. Kijk, dat is een lastige vraag, omdat hier nu het debat woedt hier nu volop. En heel eerlijk gezegd, als we teruggaan naar vorige verkiezingen, dan kunnen we niet ontkennen dat ook toen er aanslagen waren, er vergaande intimidatie waren, bedreigingen waren en kandidaten en campaigners werden uitgeschakeld. Wat je nu ziet is dat dit debat al heel vroeg is gestart over de boycott. Als dit zo blijft, dan vinden wij dat de situatie onaanvaardbaar is om verkiezingen te houden en daarmee roepen wij op tot een boycott.
Maar een boycott is wel echt levensgevaarlijk, want de partijen met gevestigde belangen, die zullen daarvan profiteren. En dan zal die verandering dus niet bij deze verkiezingen worden ingezet. Dus in mijn gesprekken met de vele Irakezen, of dat nu demonstranten zijn of anderszins, blijf ik daarop hameren dat verkiezingen het moment zijn waarop je je keuze maakt. En als dat wordt uitgesteld, dan zal er weinig aan de situatie veranderen. En als er een boycott wordt gerealiseerd, dan denk ik dat Irak eigenlijk slechter af is. Er werd toen straks slechter af is. Er werd toen straks verwezen naar een burgeroorlog die niet morgen zal beginnen. Maar we zitten soms wel er heel dicht tegenaan. En dat is iets wat we echt moeten willen voorkomen. En ik hoop van harte dat de boycott-oproep wordt vertaald in een oproep tot massale deelname aan de verkiezingen. Juist. U noemde ook volgens mij eerder deze verkiezingen ook wel een mijlpaal in de jonge democratie in Irak. Dus het verdient alle steun, begrijp ik. Ja. Nou ja, wat je ziet is dat, kijk, we vergeten af en toe dat Irak een hele jonge democratie is. Dus verwachten dat dit land binnen nota moet functioneren als een soort Zwitserland. Dat gaat niet gebeuren. Het heeft een hele bijzondere achtergrond, een lang verleden met heel veel ellende. Dus we moeten daar ook heel realistisch naar kijken. Maar en voordat überhaupt een democratie echt beklijft, ja, er gaat gewoon heel veel tijd overheen. Maar als we deze verkiezingen kunnen omturnen in een mijlpaal in de jonge democratie van Irak, waar massaal wordt gestemd, dan hoop ik van harte dat een nieuw hoofdstuk opent voor heel veel jonge Irakezen. Ja. Juist. Dank u wel. Veel dank. Wij weten, u moet straks weer weg. Zeker daarom veel dank voor uw tijd en voor deze waardevolle bijdrage. En dit gesprek wordt zeker vervolgd. Dank u wel. Dan gaan wij door naar onze laatste gast. En voordat ik dat doe, zeg ik nog even dat wij dus proberen om zoveel mogelijk vragen die nu al gesteld worden in de Q&A, om die mee te nemen. Als het past in de tijd en in het verloop van het gesprek, dan proberen wij die zoveel mogelijk mee te nemen. Onze laatste gast in dit eerste blok, zeg ik erbij. Arabiste en juriste Laila Ezzouaini. Mevrouw Ezzouaini, welkom. Fijn dat u er bent. Dag, dankjewel dat ik erbij mag zijn. Korte introductie. U kent delen van het Midden-Oosten goed. U hebt in Egypte gewerkt, Jemen, Afghanistan, ook in Irak. Irak kent u goed. U volgt de ontwikkelingen op de voet. U publiceert er ook over. Afgelopen september nog een mooi stuk in NRC over de jonge generaties in het Midden-Oosten en meer specifiek in Irak. Daar willen we het graag met u over hebben. En dat doen we in de vorm van een gesprek. En dan begin ik graag toch even bij dat artikel in NRC. Daarin pleit u ervoor dat Nederland en Europa de jonge generatie in Irak en in andere delen van het Midden-Oosten en de Arabische wereld als serieuze bondgenoten beschouwt. En hen ook onvoorwaardelijk steunt in hun strijd voor een civiele staat. Dat artikel heeft wel iets losgemaakt, denk ik. Hebt u veel reacties gehad op uw pleidooi? Ja, ik kreeg gelukkig heel positieve reacties. Veel mensen die het heel interessant vonden, heel hoopgevend, ook heel origineel en ambitieus, vooral met het voorstel wat ik aan het einde, waarvoor ik pleitte voor een ambassade. Maar ook het woord Madania, wat ik daarin noemde, dus het woord wat niet alleen de civiele staat, maar een hele hoop andere dingen vertegenwoordigt, waarin ik een verbindende visie zie, die de jongeren in Egypte, in Jemen en ook in Irak nu vandaag de dag heel erg willen vormen en naar voren brengen. Alleen, en dat is mijn eigen bijdrage daaraan, ik zie dat woord nog niet. Ik denk dat het woord ook een concept is, dus dat het een beweging is. Dus er zijn niet alleen maar demonstraties, er is niet alleen maar frustratie omdat er geen basisvoorzieningen worden geleverd, omdat er, zoals vorige sprekers zeggen, geen vertrouwen is tussen de bevolkingsgroepen en jegens de overheid. Dat is allemaal anti, dat is allemaal tegen. Maar ik zie in al die verschillende stukjes frustraties en demonstraties echt een beweging ontstaan en een visie. Dus ik probeer eigenlijk persoonlijk, maar ik wil dat samen doen met de jongeren en met intellectuelen, met de diaspora ook hier in Nederland, in Europa, om die slogans of een van die slogans op te tillen naar een verbindende visie. Dat is eigenlijk heel kort wat ik ook. En daarop kreeg ik ook wel reacties.
Alleen, ik moet zeggen dat sommige analisten het een beetje naïef vonden. En daarom ben ik blij dat ik hier mag spreken, want een visie, en zelfs onze premier vindt dat een visie niet altijd hoopgevend en bevorderlijk. Maar ik denk dat wij echt anders moeten gaan denken over wat veiligheid is, over wat geopolitiek is en wie daaraan deelnemen en wie de stem heeft en wat de platforms daarvoor zijn. Dus wat ik beweer en wat ik zie dat de jongeren doen, de straat is een platform. De jongeren zijn de politieke actoren. Wat zij roepen, Madania, civiele staat, is niet civil society alleen. Dit is politiek, dit gaat om macht, dit is een nieuwe manier om te laten zien. We hebben een stem, wij zijn burgers, maar burgers zijn niet minder dan politici. En in sommige plekken zijn ze misschien zelfs meer en hebben ze meer kracht. En wat ik vooral in Irak ongelooflijk bijzonder vind, en daarom noem ik het echt een kracht om niet te onderschatten. Dit zijn jongeren die echt hebben afgesproken, bewust, dat ze geen geweld gaan gebruiken. En als er één land is in het Midden-Oosten, helaas, want ik kom er zelf vandaan, althans mijn vader komt er vandaan. Ik ben zelf in Nederland geboren, een Nederlandse moeder en Iraakse vader uit Bagdad. Het is een land waar heel veel geweld is geweest en nog steeds is. En als je dan als jongere van 16, 17, 20, 25 jaar besluit, ik ga voor deze rechten, voor mijn rechten, voor Madania vechten, zonder geweld, ook al worden wij inderdaad met scherpe schoten. Nou, dan vind ik dat, dan denk ik van zo'n moed, zo'n dapperheid. Ik hoop dat wij dat ook kunnen laten zien, als Nederland ook, in onze acties met Europa, op het internationale platform, in de geopolitiek, dat we harder ons gaan uitspreken, harder in de zin van duidelijker op politiek niveau. En niet alleen humanitair of het helpen van de civil society. Dus dat is in het kort wat ik betoog. En ik vind het, je noemde het artikel, daar stond een foto bij. Ik geloof niet dat we hem mochten laten zien om auteursrechten, maar in de NRC plaatste ik het eerst en daar was de foto van de muurschildering. Ik pleit ook heel erg voor kijk naar de kunst en de poëzie, de muurschilderingen, alles wat die jongeren laten zien, wat misschien niet meteen eruit ziet als politieke taal, maar wat het wel is en wat ook een hele hoop vrijheidsdenken en taboes doorbreken is. Wat er bij mijn artikel stond, was de helft van de muurschildering en net die helft waar de strijd van de jongeren werd getoond. Dus het harde, het ruwe, het vechten. En ook een portret van een jongere die was doormidden was gegaan, een van de martelaren. Dus er waren sommige mensen die zeiden, dat schrok me een beetje af om jouw artikel te lezen. Maar toen ik die muurschildering ging opzoeken, bleek dat het hele muurschildering, het tweede deel daarvan, was heel positief en licht. En daarin zag je van die strijd die ze moeten voeren. Uiteindelijk is de bedoeling dat er dus gezinnen bij elkaar komen, dat generaties elkaar vinden, dat er een nieuw Irak ontstaat. En wat Janine Hennis-Plasgaard ook zei, de slogan daarop stond ook Nurit Watan. Dat betekent meer dan we willen een land, we willen een thuisland. We willen ons thuis, zonder al die buitenstaanders erin. En dat deel was weggelaten. Dus dat is ook een deel van de beeldvorming, dat wij heel erg kijken naar, met een security blik en een conflictblik naar een land als Irak. En vergeten dat daar ook hele mooie dingen dus zijn al en ontstaan. En dat hoop ik naar boven te brengen. En ik denk dat de jongeren dat ook willen laten zien. Kijk, we vechten wel zonder wapens in een omgeving waar ontzettend veel geweld is. Waar net IS, het meest gewelddadige groep die je kunt bedenken, is verjaagd. Nou ja, min of meer, ze zitten er natuurlijk nog tussen. Dat zie ik. Ik hoop dat wij dat ook meer gaan zien en daar meer mee gaan doen. En de jongeren echt gaan luisteren wat ze zeggen. En dat gebeurt al gelukkig, maar er is veel meer. Ik ben zelf dus half Irakese. Ik ben zelf in die landen, hoor ik heel vaak, misverstanden. Ik heb zelf ook als consultant gewerkt. Ik heb ook bij de Verenigde Naties gewerkt in de missie in Afghanistan als hoofd van de rechtsstaatontwikkeling. Ik weet wat geopolitiek is. Ik weet dat eigen belangen heel erg meespelen. En op zich is dat natuurlijk begrijpelijk. Ieder land, iedere groep wil natuurlijk zichzelf eerst beschermen. Maar wat ik dan niet begrijp, is dat we niet zien dat als we de mensen daar beschermen, dat dat onze bescherming is. Als de mensen daar veilig zijn, zijn wij veilig. Namelijk, want dan willen ze niet naar ons toe komen. De Irakezen zeggen dat ook, de jongeren. We willen een thuisland, we willen hier blijven, dit is ons thuis. Alleen, ja, we kunnen dat niet alleen. Dus
En die misverstanden zijn ook cultureel. Je hebt sommige woorden die dan anders worden uitgelegd of niet helemaal begrepen. Dus, of als je bijvoorbeeld zegt, we zien helemaal geen vrouwen. Die vrouwen worden onderdrukt of zo. Maar dan denk ik in een situatie als Irak, je moet niet kijken naar alleen wat je ziet. Die vrouwen spelen wel degelijk een rol, maar het is gewoon levensgevaarlijk. Dus inderdaad, vrouwen en kinderen worden dan toch eerder thuisgelaten. En tuurlijk, er zijn tradities die paternalistisch zijn. Maar er zijn wel veel meer vrouwen die op de voorgrond treden. Daar is in mijn artikel sprak ik ook over een. Riham Yaqub, die in Basra zich heel erg uitsprak. Andere vrouwen, ook vrouwenbewegingen en protesten leiden. Maar daarvoor is vermoord. Dus kijk verder. En ik denk dat het heel belangrijk is dat ook wij, en dan zeg ik ook ik, half Irakezen, maar ook al die anderen in de diaspora. Irak is niet alleen een land met grenzen. Irak is groter dan dat. We zitten overal. Gebruik onze kennis, gebruik onze culturele voelsprieten, zeg maar. Dat wij weten, want vertrouwen en wantrouwen is heel belangrijk. We kunnen helpen met de VN-missie, met de ambassade, wie er mogelijk meer te vertrouwen is en wie niet. We kunnen, nou ja, en daarom pleitte ik ook voor een ambassade, voor een missie, voor een vertegenwoordiging als een voorgeschoven post in Den Haag. Den Haag is ja, stad van internationaal recht en gerechtigheid. We kunnen die jongeren ook echt helpen als Nederland, als in ieder geval de plek waar die internationale tribunalen en strafhoven zitten, om die gerechtigheid waar ze heel erg om vragen, om hen daarbij te helpen. Als de autoriteiten dat niet willen doen, ik zie het namelijk ook in Jemen gebeuren, dat burgergroepen zelf bewijs gaan verzamelen op zo'n manier dat het ook echt bewijs kan worden voor een strafvervolging. Kunnen we terug naar de beweging die u ziet. Ik wil zo nog zeker nog even over de rol ook van Nederland en de EU. Maar u maakt ook wel in uw verhaal het onderscheid tussen de civil society en de roep onder deze jonge generaties om een civiele staat. Waarom is dat onderscheid voor u belangrijk om te maken? Ja, ik heb, omdat het, wat ik al zei, het gaat, de burgers zijn ook een politieke macht in dit geval. Wat belangrijk is, de civiele staat gaat om politiek, gaat over machtsverdeling, gaat over de identiteit van een land. Dus het is alle twee. Je kunt, de staat moet ook representeren wat de maatschappij representeert. Dus als de maatschappij inderdaad uit een hele hoop verschillende groepen bestaan die elkaar tegenstaan, dan krijg je ook dat de staat daar een vertegenwoordiging van wordt, een verlengde, en dus niet de bevolking als geheel beschermt. Ik heb het altijd over de 4B's, want ik weet dat in internationale settings altijd jargon wordt gebruikt, en 3D, dat was destijds in Afghanistan, diplomacy, defense en development. Maar defense moet eruit. Ik zeg altijd de 4B's. Het gaat over de bescherming van de belangen en de behoeften van burgers. Als je dat centraal stelt, dan ben je met security bezig, dan ben je met die civiele staat bezig, dan ben je met het sociaal contract bezig. Wij moeten echt oppassen als internationale gemeenschap om niet zelf dingen te gaan oplossen voor de mensen daar. In Irak is dat ook levensgevaarlijk voor hen. We moeten hen ruimte bieden en instrumenten om zelf dat gesprek of het gevecht aan te gaan met hun eigen leiders. Dat sociale contract, en dat is heel belangrijk, dat gaat over die nieuwe staat. En Madaniya, dat is inderdaad, het gaat ook over hoe ziet de maatschappij eruit. Het woord betekent ook beschaving. Het gaat over islam, dat zeg ik ook. Want het gaat over de 7e eeuw, om dat maar zo te zeggen. Want je moet zeker in Irak ook een narratief opbouwen tegen het kalifaat. Of tegen al die andere narratieven van ook het buitenland. We moeten er een seculiere staat van maken. Nee, je moet. Dus het is een woord wat op verschillende vlakken, denk ik, heel erg sterk verbindend kan zijn en waar wij ook naar kunnen luisteren, want wij hoeven niet altijd onze concepten te exporteren. Ik zeg ook in het artikel internationale normen van gelijkheid en vrijheid en ontwikkeling. En dat zit ook al in de natuur, in de cultuur en in de beschaving van voor de islam ook al in een land als Irak. Probeer dat naar boven te halen. En daarbij zeg ik ook, is kunst heel belangrijk. En we zien politiek. Er is zoveel te bespreken en we kunnen hier volgens mij zeker nog de hele middag en avond mee vullen. De tijd is beperkt, dus ik denk dat we het hier even bij moeten laten als de aftrap. En nu blijft de hele middag erbij, dus ook in het tweede deel moeten we dit zeker nog inbrengen. Dank voor nu.
Ik denk dat we hiermee een goed beeld hebben van de uitdagingen. En zeker ook de kansen voor Irak. En die transitie naar een democratische rechtsstaat. Wij verleggen de focus een klein beetje. En we gaan kijken naar de rol van Nederland en de Europese Unie hierbij. En daarvoor hebben wij drie extra gasten, zou ik maar zeggen, aan deze virtuele tafel. Die ik graag alle drie even heel kort aan u voorstel. Ruben Brekelmans, lid van de Tweede Kamer sinds de afgelopen verkiezingen. U bent lid van de VVD-fractie en woordvoerder buitenlandbeleid. Meneer Brekelmans, welkom. Thijs Reuten, lid van het Europees Parlement, ook sinds kort. U bent lid van de Sociaal-Democratische fractie vanuit de Partij van de Arbeid. En onder andere lid van de Commissie Buitenlandse Zaken. Ook voor u welkom, meneer Reuten. Dank. En wij zijn blij om te mogen verwelkomen Michel Rentenaar, de Nederlandse ambassadeur in Irak. Welkom ook voor u, fijn dat u er bent vanuit Bagdad. Ik stel u alle drie straks een korte vraag. En daarna openen we het gesprek met al onze gasten van vandaag. En ambassadeur, meneer Rentenaar, om met u te beginnen. Ik las een interview met u waarin u sprak over de jonge bevolking van Irak. Ik geloof 60% is onder de 25. En waarin u zei, het is in ons belang, dus ook in Nederlands belang, dat jongeren daar in Irak een toekomst hebben. Wat is dat belang voor ons? Dank u wel voor deze deelname. Ja, ik ben blij met die vraag, want dit is precies wat ons veel bezighoudt. Uiteraard zien wij een verband tussen de veiligheid in Nederland en die in Irak. En de reden is eigenlijk heel simpel. Irak is een buurland van Europa. Het ligt gewoon letterlijk op de drempel van ons werelddeel. Het grenst letterlijk aan de NAVO met Turkije. En we hebben uiteraard in het verleden af en toe wel gevolgen gezien van wat er gebeurde in Irak, in Nederland. Dus ik herken een aantal dingen wat de andere sprekers ook zeggen. En wij proberen dan ook op die manier het Nederlands beleid uit te voeren. Dat doen we eigenlijk langs vier pilaren. Eerst natuurlijk veiligheid, dat is helder. Als er niet veiligheid is in Irak in de zin van afwezigheid van oorlog of ISIS, dan gaat het niet goed. Dus we dragen met Nederlandse troepen bij. Dat doen we via de internationale politie tegen ISIS. Dat doen we via de NAVO, dat doen we via de EU. En op allerlei andere bilaterale manieren. Dat is de eerste pilaar. Tweede is dat we ook natuurlijk kijken naar migratie. Niet alleen de migratie die in Nederland terecht is gekomen, maar nog veel grotere aantallen, miljoenen mensen, zijn ontheemd geraakt in Irak zelf. Als daar niet iets aan gebeurt, en dat doen we dus met Nederland geld, proberen we daar wel zeker iets aan te doen. Die mensen weer op te vangen, weer huizen te verzorgen, toegang tot onderwijs, toegang tot gezondheid. Maar ook voor een deel sociaal weer enigszins gezond worden na alle trauma's die ze over zich heen hebben gehad. Daar spenderen we heel veel geld en tijd aan. Het derde is dat we natuurlijk ook kijken naar de legitimiteit. Janine had het daarover in haar interventie en anderen ook. Dit land heeft heel lang duurzame stabiliteit gehad, als ik cynisch zo mag zijn. Saddam Hussein was een bepaalde mate van duurzame stabiliteit, maar niet een legitieme vorm daarvan. En als je niet aan de legitimiteit kijkt, als je niet zorgt dat jongeren inderdaad kunnen deelnemen aan een politiek proces, politieke partijen kunnen oprichten, een toekomst hebben, dan zal het niet goed gaan met de stabiliteit in dit land. En daar proberen wij dus op allerlei manieren, Thijs begon er aan het begin al mee met het NIMD-project, met de Democracy School, maar zo zijn er nog heel veel meer dingen waar we proberen om jongeren daarin te steunen. En de laatste is misschien nog wel de belangrijkste, werk en inkomen. Inderdaad, de bevolking van Irak, 70% is onder de 30. Ieder jaar komen er 700.000 nieuwe Irakezen op de arbeidsmarkt. En ik kan het eigenlijk vrij kort zeggen, als wij niet zorgen als Europa dat we samen met de Irakese overheid proberen om die jongeren een toekomst te geven, dan hebben zij een vrij simpele keuze. Het is of rechtsaf naar het ISIS of een ander soort radicale groepering, of linksaf migratie dan wel in of buiten Ierland. Dus het is heel krachtig, absoluut, in ons nationaal belang. En als ik mag afsluiten met één belangrijk ding, wat mij heel erg drijft als ambassadeur hier in dit land, is dat ik natuurlijk bezig ben met het verleden. Het is onmogelijk om in Irak te werken zonder bezig te zijn met de gruwels van het verleden. Daarom spenderen we bijvoorbeeld geld aan een organisatie als de International Committee on Missing People, om massagraven te ontdekken. Waar ligt de moeder van Nadia Murad, om het maar even kort zo te benoemen bijvoorbeeld. Natuurlijk kijken we naar de gruwels van het verleden en helpen we mensen daarmee dat te verwerken.
ook zijn we niet naïef voor alles wat Erwin aan het begin zei, de enorme uitdagingen die er nu nog zijn. Maar zonder de brug naar die laatste fase, naar de hoop dat het ook heel anders kan, word ik niet fijn wakker in ieder geval, en dat is wat mij drijft. En soms, die zijn er best. Het is makkelijk om je, zoals Leila ook zei, heel veel journalisten en internationale medewerkers, die maken elke keer dezelfde foto op de puinhopen van Mosul. Maar dat is West-Mosul. Kijk ook naar Oost-Mosul. Oost-Mosul is een booming op dit moment. Daar gebeurt van alles, daar zijn jongeren bezig. En een van de mooiste die ik een paar maanden geleden tegenkwam, was een meisje van 16 in een Yazidi-vluchtelingenkamp, met uiteraard mondmasker op, COVID, dit en dat, die mij aankijkt, die was bezig met het opzetten van een boksschool in een vluchtelingenkamp voor Yazidi-meisjes. En die zei in het Engels, I don't know when you grown-ups sort out this return issue to Sinjar, but my future starts right now. En die kracht, die zit ook in dat land. En mensen zien Baghdad niet, die zien het alleen maar op CNN en zo. Maar Baghdad is ook een ontzettend hippe stad. Google maar eens gewoon, haircut Baghdad. Je zult verrast staan, absoluut. Dank meneer Rentenaar, we komen straks bij u terug. Dank voor deze mooie inleiding. Meneer Brekelmans, Tweede Kamerlid voor de VVD. U hebt ook geluisterd naar alle sprekers natuurlijk net. Als u dat allemaal hoort, welke rol ziet u voor Nederland eigenlijk bij die transitie waar Irak middenin zit? Nou, eigenlijk heel erg in lijn met wat de ambassadeur zojuist ook beschrijft, want de uitdaging waar Irak voor staat, en ik denk dat de eerdere sprekers dat heel mooi hebben uiteengezet, is natuurlijk heel erg breed. Dat is deels veiligheid en hoe zorg je ervoor dat je aan de ene kant gewoon fysiek bescherming biedt, maar ook dat de verschillende groepen, dat die het gevoel hebben dat de instituten die daarmee bezig zijn, dat die legitiem zijn. En dat als het gaat om democratie en om inspraak, dat zij ook een stem hebben die gehoord wordt. En het tweede natuurlijk de migratie, ervoor zorgen dat ook de intern ontheemden, dat die voldoende basale voorzieningen hebben, maar ook zicht op toekomstperspectief in Irak. En het derde, als het gaat om meer de economische kant, waarbij we natuurlijk kunnen bijdragen via projecten die we daar doen, ook te kijken naar waar liggen de kansen voor economische handel, om dat weer op gang te brengen. Want uiteindelijk een duurzaam toekomstperspectief begint op het moment dat ook Irak weer met landen daaromheen, maar ook met een land als Nederland, weer duurzame handel kan drijven. Dus volgens mij moet die inzet, is breed en die moet ook breed blijven, want de uitdagingen zijn divers. Met een duidelijke nadruk ook in het belang van Nederland, dus op veiligheid, migratie en op economische perspectief. En daarbij, als ik kijk wat Nederland de afgelopen periode heeft gedaan, is ook wel zo dat bemoeilijk natuurlijk is door, en dat hebben we nu nog niet gedaan, maar door corona. Dus Irak is naar mijn weten niet een van de meest zwaar getroffen landen, maar het beperkt natuurlijk wel ook het contact dat je vanuit Nederlandse adviseurs en uit Nederlandse hulpverleners kunt hebben met de mensen daar. Dus veel van de projecten, ook als het meer gaat om de veiligheidskant, die hebben het afgelopen jaar niet opgeleverd wat je zou hopen dat ze zouden opleveren. Nou, dat is voor mij niet de conclusie om dan nu te zeggen van nou, dan stoppen we daarmee. Maar om te kijken als hopelijk ook corona in Irak afneemt. Om dan te kijken van nou kunnen we ook die projecten nog een extra stimulans geven. Om ervoor te zorgen dat op de korte termijn dat er verkiezingen zijn. Zoals Janine Hennis ook beschreef. Waar breed aan deelgenomen wordt en die ook breed als legitiem worden gezien. En vervolgens daarop voortbouwen structureel verder te werken aan veiligheid en perspectief. Juist. Dank. Ook bij u komen we zo zeker weer terug. Meneer Reuten, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Voor u een soortgelijke vraag. Gehoord hebbende wat er eigenlijk allemaal al de revue heeft gepasseerd. Welke rol ziet u voor de EU in de steun aan de transitie in Irak? Ja, laat ik allereerst zeggen dat ik heel veel respect en waardering heb voor sergeant Hennis Plasgaard en ook de ambassadeur die onder moeilijke omstandigheden concreet bijdragen op dit moment aan het verbeteren van de situatie in Irak. Ik denk dat de Europese Unie een bijzondere positie kan innemen, omdat het een andere positie heeft dan de Verenigde Staten en Iran in de regio. Minder directe belangen, dus ook minder leverage, zou je kunnen zeggen. Maar dat betekent ook dat je een positie kunt hebben juist aan de kant van de bevolking, als een partner van die bevolking in een langdurig commitment. Want dat zou wel ook mijn pleidooi zijn. Ik denk dat het heel goed is dat ook bemoedigend dat de jonge generatie nu opstaat.
dat er verkiezingen zijn in oktober. Maar laten we daar ook niet van verwachten dat met die verkiezingen dan alles ineens goed is. Ik denk dat het een langdurig commitment vraagt om te zorgen dat de Irakese bevolking zelf ook op de manier die past bij Irak, die democratie kan opbouwen. Het is een illusie, en dat hebben we ook in het verleden natuurlijk vaak gezien, dat we ons model zouden kunnen exporteren naar Irak. Maar ik denk dat de Europese Unie vanuit de eigen waarde, vanuit de eigen kracht, zou moeten helpen, juist op dat vlak, op het zijn van een echte partner voor de bevolking. Daarnaast denk ik dat de EU met een langdurige, structurele mensenrechtendialoog, niet gericht op het wijzen met het vingertje, maar op de echte dialoog over wat betekent dat nou om inderdaad iedereen tot zijn recht laten te komen, zoals mevrouw Hennis ook zei, het belang te laten voelen dat alle groepen meedoen, dat dat ook in je eigen belang is als onderdeel van de Irakese samenleving, omdat volgende week of volgend jaar jij de groep kan zijn die misschien een keer aan de andere kant van de tafel zit. En tenslotte denk ik dat Europa ook nog een bijdrage zou moeten leveren, doordat zoveel mogelijk lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om hervestiging van de allerkwetsbaarste vluchtelingen. Ik denk dat belangrijk, een aantal groepen zijn ook genoemd, de Yezidis, maar ook andere kwetsbare groepen. En ik denk dat dat toch nog ook een element is waarin we hulp zouden kunnen bieden. Maar even tot zover. Ja, fijn, dank u. Dat is een goede aftrap. Voor nu om verder in gesprek te gaan met eigenlijk alle vijf onze gasten, waarbij we ook gaan proberen om die kansen voor Irak en die rol van Nederland en de EU wat concreter te maken. Laten we proberen er een gesprek van te maken. Dus reageer vooral ook op elkaar. En om het wat overzichtelijk te houden, werkt het wellicht als u met een handgebaar even aangeeft dat u wilt reageren. Dan kan ik u kijken of ik u het woord kan geven. Maar schroom niet om zeker ook op elkaar te reageren. Waarbij we ook gaan proberen om zoveel mogelijk vragen nog vanuit de Q&A, vanuit het publiek mee te nemen. Om een aftrap te doen, begin ik bij Erwin van Veen. Want u heeft aan het begin van deze bijeenkomst, heeft u geschetst een aantal grote uitdagingen. En inmiddels is er heel veel de revue gepasseerd. Als u toch één vraagstuk eruit zou moeten pikken uit datgene wat we nu besproken hebben, dat prioriteit verdient voor Nederland, voor de EU. Wat zou dat zijn? Nou, ik zou eigenlijk, kijk, het waren een paar grote politieke veiligheidstrends, hè, waar ik het over had. En ik ben zeer, hoe zal ik het zeggen, was zeer onder de indruk van het betoog van Laila, dat we moeten natuurlijk niet alleen ons op de geopolitieke en de conflictkant van het verhaal richten, maar ook op de maatschappelijke kant van het verhaal. Ik was toevallig in Bagdad en Kerbala en een aantal andere oorden in 2019, toen in oktober die protesten uitbarsten. En de energie is inderdaad onvoorstelbaar. Het gaat voor een heel groot deel ook in het organiseren en het kanaliseren van die energie. Dus als we die twee dingen nou bij elkaar knopen vanuit de realisatie dat het Iraakse politieke bestel van vandaag de dag, dat is gewoon, ja, het is intens problematisch op zoveel verschillende niveaus, dat de hervorming daarvan zal generaties duren. Dus je kan op het moment heb je eigenlijk een keuze. Je kan proberen, ja, binnen de parameters van de macht mee te spelen, met het gevaar van cooptatie of zelfs uitschakeling, want de middelen worden niet geschuwd. Je kan er ook voor zorgen om meer je pijlen richten op het mobiliseren van die energie. En ik haal dan even heel kort, je bent onderzoeker of niet, Gramsci uit de kast. Daar komt het natuurlijk het concept van culturele hegemonie vandaan. En dat is eigenlijk simpel gezegd de these dat politieke verandering onvermijdelijk wordt als het discours kantelt. Wat zijn de ideeën en de identiteiten die in de samenleving de toon voeren, die de politiek bepalen? En als je, dat lijkt me, dat is een hele lange termijn visie natuurlijk, maar ik denk dat als, om Laila te parafraseren, die energie die er is gemobiliseerd kan worden op cultureel vlak, op het vlak van kunst, op het vlak van de media, of maatschappelijke organisaties, religie ook in Irak, dat je dan kunt toewerken naar een fundamentele verandering van het politieke bestel, dat gaat lang duren, die meer potentie heeft dan het schroeven aan ministerie X of hoe het volgende kabinet eruit ziet of hoe deze verkiezingen precies uitvallen. Want op korte termijn zijn de gevestigde belangen gewoon te sterk. Dat zou mijn, laten we zeggen, licht provocatieve aftrap zijn die toch een aantal van onze concepten bij elkaar brengt. Ja. Mm-hmm. Als je me vergunt, dan is toch een vraag aan onze politici, Europees Parlement, Tweede Kamer.
Laila had het over een zekere naïviteit. Erwin, je hebt het over het laten kantelen van de situatie. Je hebt te maken met een enorme generatie van jongeren. Dat is een ongeduldige generatie. Die hebben geen tijd, het moet nu. En ze verdienen onze steun. Maar in Irak is dat buitengewoon ingewikkeld. En je ziet ook die militante groeperingen met veel wapens en die met veel geweld daar dwars tegen in gaan. Eigenlijk heb ik een dubbele vraag. Eén aan Laila. Wat hebben die jongeren nu van ons nodig? En wat denken... wat denkt de Tweede Kamer, wat denkt het Europees Parlement van wat we ze kunnen bieden en wat we ze moeten bieden? Laten we beginnen met Laila, ja. Ja, oké. Ik ben ten eerste verheugd dat Erwin ook mijn betoog steunt. Want het is inderdaad zo, dat heb ik ook gemerkt in mijn verleden bij Verenigde Naties en elders. Je kunt wrikken en wringen wat je wilt aan systemen. En dat moet ook blijven gebeuren. Maar dat moeten wij landen doen. Dus Nederland, Europa, op dat niveau doorgaan. En niet steunen omdat het belangrijker is om de stabiliteit vast te houden. Maar inderdaad dat andere discours en die andere nieuwe energie proberen te versterken. Ik noem dat altijd het immuunsysteem versterken. En niet alleen de tumor of het virus bestrijden. Je moet het allebei doen. En dat versterken van het immuunsysteem, daar zijn we nog te weinig mee bezig. Dus hoe kan je dat doen? Nou ja, ik heb mijn betoog was ook, vergeet Of haal ons erbij, de diaspora, de Iraakse intellectuelen, de mensen die al in Europa, in Nederland zijn, die al kennis hebben van binnenuit en ook weten wat het is om daar te zitten en hoe moeilijk dat is. Samen met de gevestigde denktanks en universiteiten, dat is één ding, en de politici. Maar ook nu met de verkiezingen, dat is echt een heel belangrijk punt, want het kan inderdaad zo zijn dat alles misgaat daarna. Als de verkiezingen doorgaan en ook als ze niet doorgaan. Het is een heel belangrijk moment. Dus er zijn al jongere partijen, heb ik me laten vertellen, die geregistreerd zijn. Het zijn er drie, die hebben toch doorgezet en die hebben nu een registratie. En dan, ze hebben inderdaad kennis nodig. Hoe doe je dat? Hoe ga je in zo'n omgeving toch een politiek programma maken? Welke visie, hoe kun je dat hoe speel je dat politieke spel? Wel zeggen ze ook, dus er is al veel kennis. Er zijn hoogleraren die jongeren helpen, die studenten ook helpen. Dus die kennis van die trainingen, die zit al in Irak. Maar het is heel belangrijk om dat bij elkaar te brengen. En ik denk dat Nederland dat goed kan. En dan ook met hulp van een organisatie als NIMD, om dat goed te kanaliseren. Dus dat is heel belangrijk. Die verkiezingen zijn erg belangrijk. Ik ben zelf ook voor dat andere discours. Want die civiele staat, die komt er niet als er geen civiele state of mind is. Dat is belangrijk. En we hebben dat hele sterke discours van het kalifaat gehad. En dat is er nog steeds misschien wel om. Dus je moet kijken ook of je op dat vlak, en daar speelt de rol van religie een belangrijke rol. Want je kunt zeggen, het is sectarisme en zo. Dus dat is heel belangrijk. En daar denk ik dat ik ideeën over heb. Dat is iets wat ik opnieuw Nederland kan helpen faciliteren. Om ons die kans te geven. Als diaspora met de jongeren daar om dat alternatief discours. Ik zeg het nog opnieuw, literatuurkunst is daar een heel belangrijk vliegwiel voor. En om het daar om het wat concreet te maken, wat is wat de jongeren ook zelf aangeven? Wat hebben zij nodig? Ook als het gaat om de verkiezingen die al in oktober zijn. Wat hebben zij nodig om mee te kunnen doen en aan die discoursveranderingen te kunnen bijdragen? Nou, onze aandacht en de mediale aandacht, en niet alleen maar op de conflicten inderdaad, maar om te laten zien om hen te laten zien, om hun verhalen, dus hun gezichten, wat ze vragen, want we horen dan, ze willen gerechtigheid. Vertel, ze hebben, toen dat het nog kon, in de tenten die ze hadden op Tahrirplein tijdens de demonstraties, een wall of names, dus een naam, alle namen van degenen die omkwamen in al de verschillende steden, niet alleen in Bagdad. Ze zijn ontzettend solidair en dat proberen die communicatie tussen hen en die communicatie van hen naar ons toe duidelijker te maken. Dus in de media, inderdaad, ook via de ambassadeur, maar ook politieke partijen. Ik hoop ook dat ze vragen stellen dan van dat Nederland veel meer naar voren moet komen om, en de media ook, om dit soort verhalen. Dus aandacht is heel belangrijk voor hun verhaal. En hen een podium bieden en inderdaad heel concreet technische training. Ik kan nog meer zeggen, maar ik zou willen dat de jongeren dat zelf zouden kunnen zeggen. Zeker. Of een aantal van hen. En nogmaals, er zijn ook in Nederland, ook Nederlands sprekende Irakese jongeren die vast wel heel veel af kunnen vertellen. Zeker. De vraag van Thijs was ook gericht aan de politici. Meneer Reuten, ik zag ook uw hand. Ja, ik denk dat ook mevrouw Swahini heeft het over het economisch perspectief wat je zou moeten bieden. En ook in de chat, in de Q&A zag ik Paul Aerts, die ook vroeg zit er ook nog
een economisch verhaal achter. En ik denk dat dat allebei, hè, dat zijn twee sporen. Hè. De Europese Unie heeft heel veel geld, external financing instruments, hè, waar ook programma's rond die civil society, democratiebevordering, opbouw van een rechtsstaat, nogmaals vanuit hè, wat bij Irak past, hè, niet opgelegd door ons. Maar dat economische spoor, dat lijkt me ook echt de moeite waard. En ik heb daar niet de panklare oplossing voor. Ik denk dat het heel goed is om inderdaad ook aan de jongeren zelf te vragen. Kijken naar opleidingsniveau. Kijken waar zitten de specifieke sterke punten van de huidige onderwijsstructuur. Van de kennis die in Irak is. Om ook bijvoorbeeld te kijken, is er misschien een economische samenwerking op te bouwen. In termen van de energietransitie. Door nieuwe werkgelegenheid. Te creëren waar die jongeren naar snakken. He, dat is in ieder geval ook wat ik van meerdere sprekers hoor. En ik denk dat dat hand in hand moet gaan, want alleen die rechten, die civil society en die democratische opbouw zonder werk, zonder perspectief op het opbouwen van een eigen toekomst, dat werkt niet. Juist. Meneer de ambassadeur, meneer Rentenaar, ik zag uw hand. Kom ik daarna bij meneer Brekelmans? Ja, ik zou daar sterk voor pleiten, of ik pleit er al heel lang voor, dat we allebei moeten doen. Ik ben het ontzettend met Leila eens. Wat de jongeren nodig hebben is een enorme hoeveelheid aan dingen. Dat begint met de meest simpele dingen van hoe stel je een plannetje van eisen op, wat wij op de kleuterschool al ongeveer geleerd hebben. Maar je moet gewoon echt hele basale dingen doen. Dit zijn de eerste verkiezingen bijvoorbeeld waarbij niet in 18 districten wordt gestemd, maar in 83. Er is een nieuwe Iraakse kieswet. Hoe gaat dat uitwerken? Hoe kun je daar als politieke, jonge politieke partijen meedoen? Maar het zit ook in, bijvoorbeeld Leila had het over kunst. Een van de jonge start-ups die wij gesteund hebben met Nederlands geld, is nou precies een van die kunstenaren die probeert die kunst te vermarkten, die op die muren stond. Dus het zit op ontzettend veel kleine dingetjes. Maar ik ben het ook heel erg eens met bij de politici, dat het alleen maar geven van ruimte aan die stem van verzet, zeg maar, niet genoeg is. Er moet iets meer zijn. Ik zag Paul Aerts vraag ook, het heel terecht. Wij proberen natuurlijk juist als Nederland daarop te richten, dat deeltje te geven wat wij nou juist goed kunnen. Er zijn heel veel landen in de wereld. Nederland is bij toeval, nee, helemaal toeval, maar we zijn de tweede grootste landbouwexporteur in de wereld. Alleen de VS is groter dan wij. We zijn dus groter dan Frankrijk, groter dan Duitsland, groter dan het VK. Dus we zijn geen klein landje op sommige dingen. Op landbouw zijn wij een echte wereldmacht. En we steken er ontzettend veel geld in. Want migratie bijvoorbeeld is niet alleen maar het laatste bootje naar het Griekse eiland. Migratie begint al van jongeren die geen baan meer kunnen vinden in de landbouwgebieden. Omdat vanwege klimaatverandering het zo ontzettend heet is geworden dat het woestijn is geworden. En ze naar de stad Basra bijvoorbeeld. Ik heb een dubbele vraag. Wat hebben de jongeren perspectief hebben? Dus het zit precies op die twee dingen. Je moet aan de ene kant de jongeren steunen, maar ook heel duidelijk kijken, wat kunnen wij nou eigenlijk leveren? En nou, voor Nederland is dat evident, dat is op landbouw en op water. Dit land heeft een totale, dat heet een oil curse. Het heeft natuurlijk olie enzovoort, maar daardoor wordt die economie niet gediversificeerd. En juist in landbouw zit enorm veel mogelijkheden. En soms is het verhaal heel simpel. Het zijn vluchtelingen soms die in Nederland geweest zijn. Ik liep laatst in de Koerdische regio langs. Kwam ik iemand tegen die mij ineens plat Utrechts aansprak en zei, ja meneer, ik heb een tijd in Nederland gewoond, want mijn vader was geëmigreerd. Ik heb in IJsselstein, geloof ik dat het was, op middelbare school gezeten. Ik heb daar planten leren maken. Die heeft een soort intratuin zoals je die in Nederland hebt, heeft hij opgezet. Die rijdt een auto heel veel groter dan iedereen hier op het scherm. En die is gewoon werk aan het creëren. Daar zit geen enkele overheidstussenkomst tussen. Dat is gewoon business to business. En dat is eerlijk gezegd mijn beste dag, dat ik ook in de plekken waar het de gruwel is geweest, ook in de Sinjar waar de Yazidi-genocide heeft plaatsgevonden, maar ook op andere plekken waar in Mosul, waar de ISIS heeft thuisgehouden, of verder terug in het verleden in het zuiden waar Saddam de Shiite heeft uitgemoord. Juist op die plekken ook kijken naar de economische mogelijkheden. En dat zijn zeker geen slogans in reactie op Paul zijn chat. Ik denk dat daar daadwerkelijk de mogelijkheden zelf zitten om voor Nederland ook geld in te doen. Juist, ja, perspectief hoor ik. Meneer Brekelmans, laten we niet herhalen wat er is gezegd, maar u heeft ongetwijfeld daar nog iets aan toe te voegen. Ja, in aanvulling daarop, want ik zou het liefst zou ik helemaal meegaan in het pleidooi en zeggen van laten we jongeren steunen, zoveel mogelijk zaadjes planten en al die bloemen bloeien. Het zijn alleen wel twee zorgen die ik daarbij heb op basis van ervaringen uit het recente verleden. En
weet, het is altijd gevaarlijk om vergelijking te maken met andere landen, maar toch de illustratie doe ik het toch. Kijk, als je kijkt naar de Arabische lente in Egypte, dan was het ook zo dat het protest voor een groot deel vanuit jongeren kwam. Ineens een hele belangrijke positie hadden. Maar ik heb later ook heel veel ook gestudeerd met, en gewerkt met jongeren die aan die protesten deelnamen. En die zeiden later ook, ja, we kwamen ineens in een positie waar we eigenlijk nog niet klaar voor waren. We hadden niet de ervaring, ook niet de interne structuren om echt een alternatief te zijn om het land te besturen. Dus zij zeiden eigenlijk ook, ja, achteraf gezien kwam die verandering te snel. En hebben we vervolgens ook daar de keerzijde van gezien en zijn we eigenlijk weer vele stappen teruggeworpen. En dat is het tweede voorbeeld, dat zie je ook op andere plekken, bijvoorbeeld in Oost-Europa, dat als je jongeren steunt en de gevestigde orde voelt zich daardoor te bedreigd, dan is het risico dat ze dubbel zo hard terugslaan. En dus aan de ene kant zou je dat vanuit ons perspectief gezien, zou je dat het liefste doen, hè, de veranderingsgezinde krachten daar steunen. Maar als je daarmee de precaire balans die er in Irak is, als je die daarmee omverwerpt, dan zou het wel eens kunnen dat de gevestigde orde te hard terugslaat, waardoor jongeren zeggen, het werd ook eerder gezegd, van de verkiezingen zijn niet legitiem, we kunnen hier niet op een volwaardige manier aan deelnemen, dus we trekken ons terug. Dus ik zou ook zeggen van helpen, stimuleren, maar het is ook steeds zoeken naar een precaire balans om dat lijntje niet te laten knappen. En dat is gewoon razend ingewikkeld. En wat zegt u daarmee, wat is daarmee de boodschap aan bijvoorbeeld de jonge generaties die nu, zoals mevrouw Zwaini zegt, die roep uiten om die civiele staat en meedoen in het politieke systeem. Wat is daarmee eigenlijk uw boodschap aan hen? Nou ja, dus dat vooral doen en meedoen aan het politieke systeem, meedoen aan de verkiezingen, zorgen dat je een plek aan tafel krijgt, dat je ervaring opbouwt, dat er plekken zijn binnen het veiligheidsapparaat of andere binnen de overheid, waardoor je mee kunt doen, waardoor je ook kunt leren hoe dat werkt en hoe dat bestuurd moet worden, zodat die verandering van onderop komt. Maar als we te hard zouden beuken en zeggen van we gaan instituties loslaten of we gaan ze proberen om ze in één keer te veranderen, ja, dan ben ik bang dat dat juist een averechts effect heeft. Dus wel stimuleren, maar proberen op een constructieve manier dat te doen, waardoor ook, het is vaak gezegd, het wederzijds vertrouwen, dat wordt versterkt. Juist. Mevrouw Azwaini, ik denk dat u goed kunt ventileren wat u hoort ook van die jonge generatie in Irak. Wat zouden zij nodig hebben? Als u hier ook naar luistert, naar de bijdrage ook vanuit de ambassade, vanuit de Nederlandse overheid, zit daar voldoende in om voor hen om die stappen te kunnen maken die zij gewoon nodig hebben? Ik vertegenwoordig natuurlijk niet al de jongeren en wat ze zeggen. Dus ik durf... Zeker niet. Nee. Ik hoor heel veel wat ik hoor, dan denk ik ja, ja en ja. Alles is nodig. Het is absoluut niet één ding en het andere niet. Er is een korte, midden- en lange termijn interventies nodig. Of in ieder geval hulp en faciliteren. Dus de korte termijn is inderdaad banen scheppen. Zorg dat ze zo veilig mogelijk blijven. Zorg dat de verkiezingen kunnen doorgaan op een veilige manier. Iedereen meedoen en zo. Maar je moet ook zeker... En ik zie ook Paul Aerts woorden noemen als simplistische slogans van de jongeren. Dat moeten we niet zo zeggen. Ik denk dat wij ook in onze houding ernaartoe, de jongeren die komen vanuit het niets, vanuit een hele jonge situatie, niet onderwijs op het niveau als wij hebben gehad, vanuit een heel gewelddadige generatie. Ze hebben soms helemaal niks anders dan geweld meegemaakt. En die roepen dan, we willen een vaderland. Die roepen dan met Dania en zo. En dat is niet simplistisch. Ik lees daar ontzettend veel in. En ik denk dat we, ik kan een hele hoop al destilleren uit wat ze zeggen. Meer misschien dan anderen kunnen. En anderen hebben weer andere ideeën die ik daar ook daar kan bij denken. Maar het eerste is om hen te respecteren, om wat zij zeggen. Want ik denk nogmaals, zij komen vanuit zo'n achterstandssituatie, zeg maar, dat ze dit al roepen en dat ze in staat zijn die slogans, die heel verbindend zijn, die veel meer zeggen dan wij dus blijkbaar bevatten. En daarom zeg ik, de diaspora en mensen zoals ik zijn belangrijk om dat te kunnen vertalen naar een politieke agenda, naar een economische agenda. Ze zeggen vrijheid, gelijkheid, elektriciteit, bij wijze van spreken. Oké. Hoe gaan we dat dan doen? En ik kan het niet in mijn eentje en zij niet. Maar ik denk dat we veel meer in multidisciplinaire teams ook moeten gaan denken. En creatieve visies en zo. Dus nogmaals, en dat we het hier niet gaan verzinnen wat de jongeren allemaal nodig hebben. Maar het echt van zoveel mogelijk verschillende jongeren gaan vragen. Ja. Nogmaals, en religie is belangrijk. Ik wil toch ook zeggen dat die civiele staat, waar ik het dan ook over heb, ook door groot Ayatollah Sistani wordt gesteund. Dat is dan de grote Sjiïtische leider in Irak. Dat is heel belangrijk, dat zo'n leider dat zegt. Want wij zijn altijd bang dat er na IS misschien een Iraanse vorm van theocratie in Irak komt. Maar dat is niet wat ze willen. En ze hebben daarin in ieder geval de steun van de groot Ayatollah. Dus dat is belangrijk, dat daar ook een samenvattend
visie nogmaals vanuit komt. Dus dat ook die religie niet later weer een oorzaak kan zijn van een nieuwe geweldspiraal. Maar wil de economische ontwikkeling enige kans krijgen, dan zul je ook moeten investeren in goed bestuur, in strijd tegen corruptie, in contracten die gerespecteerd worden. Dus ook een rechtssysteem dat functioneert. Dat is nogal een agenda, hè? De economie op poten helpen, stimuleren. En dat veronderstelt dus ook investeren in democratie en in een open samenleving. Anders lukt dat nu eenmaal niet. Maar hoe bescherm je die jongeren tegen de desillusie die ze hebben beleefd in Egypte? Wat Ruben Brekelmans heel terecht heeft geschetst. Hoe bescherm je ze tegen de desillusie, Laila? Ja, er zit niet alleen desillusie, er zit natuurlijk ook een hele hoop trauma. Hè. Daar hebben we het nog niet over gehad. In Nederland, onze demissionair minister, nu van Buitenlandse Zaken ook, Sigrid Kaag, die heeft het heel erg over psychische hulp. En ook, ik zeg dan ook transitional justice. Het is heel erg belangrijk om dat ook te geven. Daar zit ook natuurlijk een bron wat weer uit kan klappen van enorm verdriet en pijn en misschien wraakgevoelens. Ik ben even de vraag kwijt, sorry. Nou ja, het is, kijk, zonder naïviteit is de wereld nooit veranderd. He, je moet rare dromen hebben, anders gebeurt er helemaal niets. Dus prima. Dat heet een visie, hè? Niet naïviteit. Ja, ja. Nou, dat precies. Nee, ik ben het helemaal met je eens, maar je noemde het zelf even naïviteit. Dat was de reactie op mijn artikel van sommige analisten. Dat je het verwijt voor was. Je doet het alleen maar. Thijs Reuten heeft het over lange termijn betrokkenheid van de Europese Unie. Mm-hmm. Hoe voorkom je met een lange termijn betrokkenheid een desillusie? Hoe kun je de jongeren die toekomst bieden zonder dat je effectief die militante gewapende groepen aanpakt? Dat is het dan toch eigenlijk, of niet? Ja, nou door inderdaad dat bondgenootschap te laten zien en hen te laten voelen en hen niet in de steek te laten en blijven die dialoog met de partijen waar zij niet mee in dialoog kunnen gaan, maar de Europese Unie wel, de VN wel, Nederland wel. Dat de hele tijd te laten zien, dus dat je naast hen staat, dat je dat ook duidelijk zegt, dat je probeert in de media ook dat beeld te kantelen. En de media en politiek hebben elkaar ook, beïnvloeden elkaar ook heel erg. En dat het niet alleen maar gaat over security, maar tegelijkertijd ook wel, want ik weet, dat is belangrijk, maar zie dat ook, laat de jongeren op dat niveau meepraten, zie ze ook. En zij weten heel erg goed dat zij het zelf moeten doen. En ze zijn ook bereid. Ze zijn, en dat vind ik nog steeds magisch. Of magisch, dat is dan misschien niet het goede woord. Maar krachtig en dapper. Dat ze zelf bereid zijn offers te brengen. En natuurlijk willen ze dat niet. Maar ze weten dat zij het moeten doen. En ze willen ook niet. Want hun slogans gaan ook tegen interventies. Meer interventies van het Westen. Dat willen ze ook niet. Het thuisland betekent niet alleen Iran weg. Maar ook Amerika weg. En uiteindelijk ook Nederland weg. In die zin dat wij het niet voor hen moeten gaan doen. En echt... de desillusie komt alleen maar als wij dat niet laten zien. En als wij toch blijven focussen op migranten en op terrorisme. In plaats van nogmaals dat immuunsysteem wat zij zijn. Om te zeggen, oké, jullie zijn eigenlijk onze beste wapen tegen terrorisme. En tegen dictatuur en tegen invloeden van Iran die verder gaan dan Irak zelfs. En niet de woorden, nogmaals, ik wil het toch wel zeggen, als medania, als hoop en dat soort woorden als soft en naïef bestempelen. Want het wordt vaker gedaan. Als vrouw heb je daar ook wel wat last van. Dat is de kracht. Security is niet, ik noem dat een soort van testosteronpolitiek. Laten we proberen andere woorden te vinden voor onze veiligheid en voor ons welzijn. En voor... Ik wil graag een vraag uit de Q&A ook in de groep gooien. Er is een vraag over de steun, of de steun dan wel via de overheid zou moeten verlopen of niet. En dan via NGO's. Maar wat betekent dat voor de institutionele opbouw wordt gevraagd? Misschien een vraag aan beide politici in de Kamer. Meneer Brekelmans, meneer Reuten. Hoe ziet u die afweging tussen steun via het overheidsapparaat dan wel via NGO's? Ja, volgens mij, wat mij betreft, zou het een combinatie moeten zijn, maar moet het doel centraal staan. Dus ik zeg niet vooraf van via een NGO of via de overheid is per definitie beter of via de private sector. Volgens mij moet je kijken naar welk doel wil je realiseren. En als het gaat om toch maar even het testosteronwoord veiligheid te gebruiken, wat wel relevant is, ja, dan werk je in eerste instantie samen met de overheid. Als het gaat om partijen bij elkaar te brengen, aan tafel te brengen, dan probeer je dat vaak via internationale organisaties die als wat meer neutraal worden gezien.
als het gaat om het ondersteunen van migranten en het leveren van basisvoorzieningen en ook psychosociale zorg, dat soort zaken. En dan praat je weer sneller over NGO's als zij daar voldoende veilig kunnen. Maar ik zou ook zeker niet de private sector willen vergeten. Want volgens mij als dat ervoor kan zorgen dat er meer ondernemerschap is, meer handel, dat is ook een motor voor perspectief en voor vooruitgang. Een genuanceerd antwoord, maar volgens mij moet het een combinatie van die dingen zijn, maar steeds in gedachten welk doel wil je bereiken en dan kijken wat het effectieve kanaal daarbij is. Ja, ja. Meneer Reuten? Ja, in grote lijnen eens. Ik denk, hier vorige week ook een discussie gehad ter voorbereiding op de Global Dialogue. Die gaat over al het geld wat de Europese Unie beschikbaar heeft voor democratiebevordering en civil society. En diplomaten ook namens de commissie, namens de Europese diplomatieke dienst. En die netwerken zijn er ook bij de nationale ambassades. Hebben ook daar contacten om juist inderdaad te vermijden dat geld overhoop weglekt door direct te kijken hoe je direct zaken kunt doen met partijen, ook via het netwerk van NIMD natuurlijk. Dus dat soort netwerken moet je wel benutten, naast natuurlijk de formele kanten, maar absoluut voorzichtig zijn met het weglekken van geld uiteraard. Het moet daar komen waar het meest effect heeft. Juist. Meneer Rentenaar, zag ik uw hand? Of... Ja, graag. Nee, ik denk eens met de twee parlementariërs. Inderdaad, de overheid waar het moet en civil society en business waar het kan. Dat is denk ik de korte versie. Ik zou ook willen waken om alle Arabische landen over één kam te scheren. De weerbaarheid van de Iraakse jeugd is ongelooflijk. Van de jeugd die nu 20 is, toen ze 3 jaar oud waren, vielen de Amerikanen binnen. Toen ze 7 jaar oud waren, was er een totaal sectarische oorlog bezig. Toen ze 14 waren, nam ISIS een derde van het land over. Dus het is niet zo makkelijk om een Iraakse jeugdige teleur te stellen. Er is al zo ontzettend veel gebeurd. Er zijn ongelooflijk veel kansen. Dit land heeft 26 miljoen potentiële stemmers. Helaas gaat er nu maar 10 miljoen stemmen. Van die 16 miljoen die niet gaat stemmen, nu nog, zijn er dus 70% onder de 30. Dus die gaan de toekomst hebben, precies zoals Laila zegt. En daarom zei Janine eerder ook, die boycott, dat is het ergste. Het gaat maar nog niet eens zozeer om wie die verkiezingen gaat winnen, daar zijn wij helemaal niet van. Het gaat erom dat er een participatie komt van onderop, en daar kunnen wij als buitenlanders een bepaalde rol in spelen. Dat kan soms via de private sector, soms moet het via de overheid, en soms rechtstreeks naar jongeren toe. En daarom moet het een soort waaier zijn van Nederlandse inzet. Juist. Ik kijk naar de tijd en wij lopen echt richting het einde. Maar toch nog één laatste vraag wel. Want ik hoor veel wat er moet gebeuren en wat er kan gebeuren. Veel toezeggingen hoor ik volgens mij ook wel. Maar het gaat uiteindelijk ook om keuzes. Ik zie ook een vraag in de Q&A daarover dat keuzes noodzakelijk zijn. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor de EU. Maar ook voor Nederland. We zitten in het begin van een kabinetsformatie, laten we het zo noemen. Er komt een nieuw kabinet, er komt een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Die krijgt een mandaat mee of een opdracht mee. Als laatste aan mevrouw Zwaini, meneer Van Veen. Er moeten keuzes gemaakt worden. Welke keuze zou toch echt gemaakt worden, in ieder geval voor de komende jaren, als het gaat voor Nederlands beleid? Meneer Van Veen, misschien om met u te beginnen. Dank u. Nou, ik zou proberen een aantal elementen aan elkaar te koppelen tot een, laten we zeggen, een soort van integraal pakket waar dan de keuze voor gemaakt kan worden. En dat is dan een kwestie van natuurlijk een aantal elementen een beetje doen, zeg maar. Want die niveaus die we nu allemaal besproken hebben, van veiligheid tot testosteronbegrip, wat een beetje hetzelfde is als protesten naïef noemen of die slogans naïef noemen, dat moet bij elkaar gebracht worden natuurlijk. En we moeten uitgaan van het standpunt dat een aantal niveaus parallel geadresseerd moeten worden. En wat Nederland daar dan exact in kan doen, dat is natuurlijk dan onderwerp van politieke discussie. Maar ik zou 3 factoren heel kort aanstippen. 1, waar we het heel weinig over gehad hebben, is nog de geopolitiek. Zolang er geen nucleaire deal is tussen de E3, E4, Amerika en Iran, blijft de situatie in Irak tot op zekere hoogte ook op slot zitten, omdat een aantal van de gewapende groepen en partijen die voor zoveel ellende zorgen aan Iran gelinkt zijn. En Irak er natuurlijk een hele belangrijke uitlaatklep is voor die Iraanse politieke en economische ambities.
En daar staat heel veel druk op momenteel. En die druk moet eraf, zodat Iran weer gewoon geïntegreerd kan worden in de wereldeconomie. Mm-hmm. Onder een aantal voorwaarden natuurlijk. Dus dat is denk ik één. Nederland is actief op dat gebied. Dat gaat overstijgt Irak, maar is wel cruciaal voor Irak. Ja. Dan op politiek niveau hebben we denk ik de verkiezingen met één element, de opkomst, zo hoog mogelijk. Dus alles wat er gedaan kan worden om dat mogelijk te maken. De religieuze autoriteiten in Irak, UNAMI, je noemt het. Ja. Twee, wel ook een consistent langdurig plan om politieke mobilisatie in Irak makkelijker te maken en beter te organiseren. Ja, want het op straat protesteren, dat is één ding, dat is fantastisch. Maar als je dat niet organiseert, komt er geen lange termijn verandering. En tot slot, ik ga nog even terug naar Gramsci. Hey, hoe kunnen we de discours veranderen? De media, het narratief, de identiteit. Hoe willen Irakis, om op een aantal punten van Leila in te grijpen, dat Irak eruit ziet? Hoe kun je dat geluid bestendigen en versterken? Ja. Dat is de waaier, denk ik, waar we het over hebben. Juist, langdurige betrokkenheid hoor ik ook. En dat moet aansluiten ook bij het verhaal van mevrouw Azwaini, denk ik. Zeker als het gaat om die discoursverandering. Wij moeten het hierbij laten, ben ik bang, omwille van de tijd. Thijs, heb je nog... Nou ja, maar om Lenin maar te citeren, op de vraag wat te doen, hebben we toch een heleboel elementen gekregen. En zo is het ook. Dit gesprek is nog niet klaar. Dat is overduidelijk. Dit gesprek wordt ook zeker vervolgd. Ook vanuit het Grote Midden-Oosten platform en het EDMD gaan wij hiermee verder. Maar voor nu is er een einde aan en dat moeten we dan ook doen. Ik dank alle gasten. Mevrouw Hennis, zij is al ervan door. Mevrouw Azwaini, meneer Van Veen, meneer Rentenaar, meneer Brekelmans en meneer Reuten. Hartelijk dank voor uw tijd en uw deelname aan deze bijeenkomst vanmiddag. Ontzettend fijn. Ik dank ook Thijs Perman. Daar is mij plezierig om dit zo samen te doen. Dank jou voor je moderatie. Dank aan het... Geweldig. Dank aan het NIMD en het Grote Midden-Oosten platform om dit te organiseren. Ik kan denk ik echt voor beide organisaties zeggen, wij houden de aandacht hierop en dit wordt vervolgd. Dank ook aan iedereen die thuis of vanuit werk of waar dan ook heeft meegeluisterd en deelgenomen. Ik zag een hoop in de chat, of eigenlijk in de Q&A, waar we niet allemaal aan zijn toegekomen. Maar dat lijkt me heel veel gesprekstof voor een andere keer. Fijn dat u er allemaal was en graag tot een volgende keer.